Welkom allemaal bij een nieuwe video. Wij staan hier vandaag bij de kinderboerderij en wij gaan vandaag een lekker kippetje uitzoeken. Kom maar mee. Deze zijn net iets te klein. We blijven even verder zoeken. Nou, ik heb de kip te pakken. Ik heb hem even rustig verdoofd, zodat hij geen pijn had. Let's go. Het enige wat we nu nog hoeven te doen, is de kipmals maken. Gijs, gas erop! Dames en heren. Welkom bij How to Make a Kip Nugget. De benodigdheden die je nodig hebt voor dit gerecht zijn wat eieren, wat bloem en natuurlijk niet vergeten de kip. Wat we gaan doen is als eerst even de kip gaan snijden. We pakken daarvoor een mooi scherp mesje, zonder punt, als het goed hoort. Dan gaan we een beetje het in de vorm snijden van wat kipnuggets. We halen het even uit elkaar. Weer rustig. Zo een beetje nat allemaal. Als je de kip hebt gesneden, dan gaan we het paneren. Want dat kun je niet zomaar in de frituur stoppen. Dus ik pak even een kommetje erbij. Vijf kommetjes voldoende. En wat je gaat doen. Is heel simpel. Je pakt een ei. Ik weet nog niet zeker of de eigeel er wel of niet in moet. Volgens mij niet. Even kijken. Nou, wat je dan doet, je klopt even het ei één geheel. Nou, volgens mij hoort het eigeel er niet in. Oké, ja. Dan begin je gewoon opnieuw. Als je het eigeel er niet in wilt hebben, dan moet je hem volgens mij door midden. En dan moet je de hele tijd zo overscheppen volgens mij. Oh shit, dit gaat helemaal verkeerd. Oh. En dan schep je hem als het goed is gewoon over. Zodat al het eigen. Ja, hoppa, kijk eens even joh. Oh, een beetje eigeel, dat moeten we eruit halen. Oh, dit krijg ik er nooit meer uit. Dat maakt niet uit. Er komt een mail te pas. Wat je even doet, je pakt even als je dat hebt. Een kwastje erbij. Dat is zo'n mooi kwastje. Gewoon zo'n rood dingetje. En doet de ei over de kip heen. En als je geen geduld hebt, dan giet je het gewoon even zo lekker overheen. En meng het een beetje met de kip zo. Oh, dit overstroomt. Kut. Oh shit. Zo, nou, als je dat hebt gedaan, dan ga ik even weer mijn handen wassen. En dan doe je vervolgens gewoon een beetje bloem eroverheen. En dat wordt dan de panela van je kipnugget. Oh, dat is ook wel veel. En dan kneed je dat een beetje met de kip. Lijkt een beetje zoals die KFC reclame. Zie je ook altijd dat meel zo op de plank en zo. Ja, ik ben hier tevreden over hoor. Nou, als je dat vervolgens hebt gedaan, pak het frituurmandje erbij. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden, ik heb echt geen idee. Dan wordt het ongeveer zo eruit te zien. Als je frituurpan is voorverwarmd op 180 graden, dan doe je de kip rustig in. Oké,
zeg maar wel mee. En dan zet je ongeveer een klokje voor, nou wat zullen we zeggen, 10 minuutjes of zo. Ongeveer 10,5 minuut, zoiets. Dan staat te wachten. Nee, is niet lekker. Die geur, jongen, die geur echt. Ik word er een beetje misselijk van. Zo, we zijn klaar. Ja, even kijken wat hier uit is gekomen. Vaarten. Oké. Okay. Ziet er toch wel redelijk uit. Maar ik vond beter dan ik had verwacht. Oh, het zit volgens mij echt aan elkaar vast. Oh, het is ook echt heel hard. Het ziet er meer uit als vis dan als kip. Wat kansloos weer, jongen. Oh, jee, jee. Als je het een beetje los hebt, dan gaan we een paar bordjes erbij pakken. Dan doe je het vervolgens op een bordje. Zo. Voilà. Nu heb je dan je eigen kipnuggets. Wij gaan even naar het testpanel toe om te kijken of ze lekker zijn geworden. Kom maar met ons mee. Nou Rick, dit is wat het moest worden en dit is wat ik heb gemaakt. Vraag is, gaat het frikandelbroodje overtreffen? Het is niet al te lastig. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja? Ja? Wow, ze zijn een beetje droog. Ik doe me denken aan die kip die je normaal gesproken weg zou gooien. Ja. Als het droog is. Ja. Als je de 5 potten appelmoes op een gooien, dan zou het goed zijn. Wat voor cijfer zou je hem geven? Een 4. Oké. Okay. Zou je hem geven? 5,5 of zo, net wel voldoende. Man. Net wel voldoende. Het is te eten. Ja. Het is niet lekker. Het is wel te eten. Dat klopt. Oké, okay, dan sluit ik de video af. Dankjewel Rick voor het uitgebreide reviewen van deze mooie producten die ik hier graag gedaan, graag gedaan. Geknutseld. Nou, misschien zie ik jullie de volgende keer weer. Maar voor nu zeg ik, hoi.